12, 10, 20, 22. Goed. Als het goed is. Ik weet niet of het goed is. Ben. Ik live. Dat gaat niet goed. Het gaat met vallen opstaan. Oké. Okay. Nou, het gaat allemaal lekker. Maar dat geeft niet. Goed. Doet hij het nou? Nog geen geluid, echt niet. Oké. Okay. Nog steeds geen geluid. Daar ben ik niet blij mee. Duidelijk te verstaan. Je laat me schrikken. Jullie laten me schrikken. Goedenavond. Goed. Goedenavond. Ja, ik moet me even herpakken, want alles gaat hier even een beetje mis. Daarom ben ik ook een tikje aan de late kant. StreamYard wilde weer niet opstarten. Die wilde mijn microfoon het weer niet doen. Ik moest er dus even aan sleutelen. Dus ik ben inderdaad nu al 7 minuten voorbij de afgesproken tijd. Maar goed, als ik het goed begrijp, doet alles het nu. En nou ja, goed. We zijn nog steeds bezig. Goed. Goedenavond. Het is woensdagavond, dus live, dat is duidelijk. Het is vandaag de 12e van de 10e 2022. Ik zeg het er maar bij, want ja, het moet tegenwoordig. En ja, laat ik maar even beginnen met de dingen vertellen die, ja, die momenteel een beetje spelen. Ik bedoel, ja, wat ik net op de valreep zag. Ik ga toch inderdaad even over ja, die dingen hebben, helaas. Maar Australië geeft in ieder geval toe dat er heel wat mensen zijn overleden ten gevolge van de prik. En die gaan nu alle begrafenissen vergoeden. Nou is dat natuurlijk een druppel op de gloeiende plaat, maar goed. Daarnaast krijgen we een melding, en dat is nog een beraming wat eigenlijk aan de krappe kant is, maar er zijn wereldwijd ongeveer aan diezelfde COVID-injectie 20 miljoen mensen overleden. Dat is het laatste nieuws wat we hadden. Maar ja, goed, buiten dat is er natuurlijk ook heel veel gebeurd. We hebben een bruggetje die het niet meer doet, althans, die doet het wel weer, maar dat is ook niet helemaal lekker, dus dat rommelt daar aan alle kanten. Ja, er zijn natuurlijk beschietingen, althans, ja, er is al voor gewaarschuwd. Het kan inderdaad voor degenen die wakker zijn, het is natuurlijk denkelijk het scary vent wat er aan zit te komen. Dat kan. Ja, hier in Nederland, of tenminste, ik woon in België, net over de grens, weliswaar. Maar goed, in Nederland is er ook van alles en nog wat gaande momenteel. Ik krijg ook steeds meer berichten van mensen. En daar wil ik even bij stilstaan, want ik krijg natuurlijk best wel wat berichtjes verstoringsrechts van mensen. En er is altijd iemand, ik zal geen namen noemen, die als die een visioen heeft gehad, dan meldt ze me dat altijd. Ze heeft inderdaad, om er even het rijtje af te gaan, gemeld dat ze zag inderdaad in een droom het vrijheidsbeeld waarvan de arm afgebroken was. Nou, dat staat natuurlijk voor de vrijheid. En die werd later er weer aangezet. Dus met andere woorden, er is even een spannende periode qua vrijheid. Maar dat gaat terugkomen. Dus dat moet je niet vergeten. Dat is één. De tweede heeft ze natuurlijk ook gemeld. Ja, ze heeft heel veel fusievisie al doorgegeven hoor. Maar ik zal even de belangrijkste eruit pikken. Wat ze ook inderdaad gezegd had, was inderdaad het overlijden van de Queen. Ja, die schijnt al een langere tijd overleden te zijn. Maar in ieder geval wanneer dat exposed zou worden, dat klopt. Vrede week of de week ervoor zag ze inderdaad in zee, in water, een explosie met groen en geel ontploffing. Nou, dat schijnt inderdaad, dat waren dus later blijkbaar de pijplijnen te zijn. En het nieuwe, wat ik dus inderdaad vanmiddag weer even besproken had, er schijnt een soort met regeringsgebouw te zijn, dacht ze. Weet niet zeker, maar het is een groot gebouw. Er staan palen voor, dus we hebben al een beetje lopen zoeken, we kunnen het echter niet vinden. Er staan palen voor en daar komt waarschijnlijk, wordt daar een aanval op gedaan. Dus dat moet dan aankomende, ja, vanaf nu tot
ja, ik weet niet of lang, maar het zal meestal niet zo lang duren, gaat dat gebeuren? En ze zag er ook inderdaad een soort van graansilo's bij. Nou, dan gaat bij mij al belletjes rammelen. Dus dat zijn gewoon raketaanvallen op een bepaald regeringsgebouw. Dus dat is het laatste wat we even qua visioenen, wat ik jullie door wil geven. Dus iedere keer is er wat staat te gebeuren. Ergens weten we het wel, alleen we weten niet precies waar en hoe en welk tijd bestek. Dit is een beetje het punt. Dus dat. Verder nog melden? Nee. Oké, dan, althans, ja, er is veel en veel meer te melden, maar ja, er is het kanaal niet voor natuurlijk. Tenzij jullie dat willen natuurlijk, dat is een ander verhaal. Maar dan ga ik gewoon even de tarotkaartjes erbij pakken. Dat is misschien wel handig. De apparatuur draait weer, dus daar ben ik al blij mee. En dan gaan wij inderdaad even, ja, dat is ook zoiets, moet ik inderdaad ook even kwijt. Ik trek altijd die tarotkaarten. En die kaarten zeggen altijd op het eind dat het goed komt. Nou ben ik een tikkie ongeduldig. Dus ik heb zoiets van, ja jongens, schiet nou maar een keertje op. Dus ja, zo had ik ook een gegeven moment zoiets van, dat hele Trump gebeuren. Ja, daar heb ik ook af en toe een beetje tweede gedachten over. Van, hoe zit het nou? Is dat control opposition? Of is dat niet zo? Is dat speciaal gedaan om de mensen zoet te houden? Of is dat niet zo? Dus ik zat daar eigenlijk wel een beetje mee te stoeien. Dus dan heb ik dan toch inderdaad de kaarten maar weer gepakt. En die kaarten erop opgelegd. En ja, die spreken inderdaad boekduilen. Het is, schijnt echt te zijn. Het gaat echt veranderen. Het duurt inderdaad nog maar dagen. Het schijnt toch waar te zijn. Dus dus... Vandaar eventjes. Maar goed, dus ik ben zelf ook zo ongeduldig. Dus iedere keer dan heb ik wel zoiets van, het komt ook wel goed. Dat weet ik ook wel, maar jongens, liever gisteren als vandaag. Toch? Oké. Nou, laten we even gewoon beginnen met de energie van Nederland. Dat lijkt me wel zo handig. En wat zeggen de kaarten over Nederland? Het begint eigenlijk met deze kaart. En dit is dus een schildknapenkaart. En dat is wel schildknaap, ja. En dat is een stavenkaart. Dan moet je weten, stavenkaarten staan altijd voor inzichten. Dus er komen dus nieuwe inzichten naar buiten toe. Grappig. Het is natuurlijk, hè, op de alternatieve nieuws wordt het inderdaad ook al gesproken over de Red Oktober. Oftewel, het rode staat ervoor dat er heel veel dingen exposed worden. Ja, dat klopt ook wel een beetje. Als jullie een klein beetje gaan kijken wat er momenteel speelt. Wat er in feite naar buiten komt. Wat voor schandalen er ook naar buiten komt. Hoe het precies in elkaar zit. Ja, de ene dag is nog niet voorbij. Of de volgende dag dient ze vooraan met allerlei zaken. Dus ja, dat er heel veel inzichten gaat komen. En er schijnen nog meer inzichten gaan komen. Dus hou je maar vast, zou ik zeggen. Dat is één. Het tweede wat het dus dit is het. Hè? En dan heb je de volgende kaart van dit doorkruist het. Op de andere kant op natuurlijk. Oké, en deze kaart, ook weer een schildknaap toevallig. En dit is een bekerskaart. Dan moet je weten, bekers qua symboliek, ja, er kan water in. Je ziet ook inderdaad veel water op de achtergrond. En deze betekenen eigenlijk, water is in de symboliek eigenlijk gevoel. Dus er komt inderdaad heel veel gevoelszaken naar buiten toe. Of dat nou een positief is, of dat het een negatief is, of dat we inderdaad... maar goed, dat zegt het even niet. Maar het geeft wel aan dat er heel veel gevoelens gaan komen. Dus dat is in ieder geval dat. Ik ben nog niet helemaal tevreden, jongens. Sorry. Ik ga even kijken of ik dit eventjes kan veranderen. Want ik vind dit... Nou, niet dat het veel geholpen heeft, maar goed. Maakt niet uit. Goed, en dan gaan we naar de derde kaart. En de derde kaart is het bewuste. En het bewuste, je geeft toch een soort met dankfeest aan. Je ziet inderdaad bekers 3. Bekers is gevoel. Dus qua gevoel is er een soort met toch wel een soort met feestje te vieren. Dus dat. Dus waar dat op slaat, weet ik niet. Maar goed, we gaan gewoon de tijd bekijken. Het onderbewuste daarentegen. Is deze. En het onderbewuste. Kijk, er zijn kinderen op die kaarten. Het heeft een bekerskaart, dus een gevoelskaart.
ik hoop inderdaad wel dat er inzichten zijn, als ik het zo ga bekijken. Er komt heel veel gevoelszaken naar voren toe. Er is een soort bewust, is er een feestje, het onderbewuste. Ik zou bijna willen zeggen van, dit is de kinderkaart. Dus het zou inderdaad best wel eens kunnen zijn dat er misschien ook daarin heel veel dingen naar boven komen. En dat die kinderen die verdwenen zijn in Nederland, overigens ook in Zweden en noem het maar op. Er zijn inderdaad ook zoveel kinderen verdwenen. Dus dat die boven water komen. Laten we dat maar even echt om gaan bidden. Dit is de kaart die er heeft toe geleid. En dit is deze. Sterker nog, je ziet hier een vrouw die de leeuw in feite begeleidt. Dit is natuurlijk de kaart kracht, oftewel de leeuwenkracht. Maar de leeuwenkracht, ik leg het altijd maar zo uit van, je kan in één keer boos worden en er bovenop gaan slaan, lopen rammen. Maar dat schiet natuurlijk niet op. Dus die boosheid kan er wel zijn en de ongenoegen en dergelijke. Maar je moet het op het juiste moment, op de juiste plaats dus gaan inzetten. Nou, dat is iets wat er heeft toegeleid. Dus op de achtergrond, of achter de schermen, is er blijkbaar heel wat gebeurd. En dan krijgen we de eerste toekomstverwijzende kaart. Ik weet al wat er aan de hand is. Die kamer is weer nieuw, ook opnieuw ingesteld. Oké. Okay. Dit is de eerste toekomstverwijzende kaart. Dat is munten 4. Is natuurlijk een gewinkaart. Maar in dit geval, men wil heel graag gewin hebben. Maar deze kaart geeft ook aan dat men het ook een beetje zat is. Dus dit is munten 4. Mensen zijn het spuug en spuug zat. Gek, hè? Maar goed. Dus dat. Dan gaan we naar de kaart van hoe ik er naar kijk. Nou, dat zullen de honden geen brood van lusten, denk ik. Oh, kijk aan. Dit is een stavenkaart. De stavenkaart is een inzichtenkaart. En dit zijn in feite, zo ik het een beetje bekijk, komt er al heel snel inzichten naar boven. Hè? Dit is de kaart eigenlijk van, de brief is al onderweg met de post, alleen je hebt hem niet ontvangen. En dit is in feite ook goed nieuws. Dus er komt van alles nog wat aan. Het is onderweg, alleen we weten het nog niet. Althans, je hebt de brief nog niet ontvangen. Nou, dan gaan we natuurlijk naar de plaats van hier vindt het plaats. Oftewel, mensen in Nederland aan zich. En wat zegt deze kaart aan? Dan hebben we toch een beetje te maken met een beetje stilstand. Stilstand is in feite, eerst zien dan geloven, misschien is er inderdaad heel veel ongeloof nog, ik weet het niet, maar dit is ook een strijdkaart, je ziet ook inderdaad zwaarden op dit plaatje, dus met andere woorden, er is nog een klein beetje stilstand, maar oké, dit is in Nederland. En dan gaan we op een gegeven moment naar de kaart van dus mijn hoop of mijn vrees. Nou, dat is natuurlijk mijn hoop. Duidelijk dat er een overwinning mag komen en zover. En eigenlijk mag het ook wel een beetje een goddelijke overwinning zijn. Althans, dat gevoel krijg ik er dan weer bij. Hè? Dus een zwaartekaart. Je ziet gegeven met de zwaarte komt uit de wolken, dus uit het niets. Dus en die brengt in ieder geval een overwinning. Oké. En dan gaan we naar de kaart van daar gaat het eindelijk naartoe. En oké, dat is inderdaad heel mooi. Dus de hoge priesteres. Je ziet op een gegeven moment de zwarte en de witte zuil. Je ziet op een gegeven moment ook de pauwenveer op de achtergrond. Dit is de hoge priesteres. Nou, het woord zegt het al. De waarheid zit in de schoot. Blijf inderdaad geloven. Blijf inderdaad vertrouwen hebben. Blijf vertrouwen hebben in je intuïtie. Ruim je oude stukken op. En ga inderdaad je levenslessen leren. Maar in feite wordt hier een beetje gezegd dat dat toch wel gestuurd wordt van hoger hand. Dus dat is alleen maar heel mooi. En dan bedoel ik het spirituele hoger hand. Dus even de kaart op Nederland. Nou, dan gaan we natuurlijk door naar de kaarttrekking van België. Ja, het valt niet altijd mee, hè? En dan, goed. Even schuddelen. Hoort erbij. En die? Ja, hoort erbij. Ja, Nina is mijn hondje, die ligt er altijd naast me. Dus vandaar. En af en toe reageert ze ook wel eventjes. Kaarttrekking België dan. Dan gaan we beginnen met deze kaart. Hier gaat het om. Nou, je ziet op een gegeven moment hier een wit paard. Je ziet hier bekers. Dat heeft meer te maken met de gevoelens. Dit is een atmosfeer. Hier vindt iets plaats. Oftewel, dit zijn wel hele fijne gevoelens. Het is de zachte lentebries, de zwoele zomeravond. Eigenlijk geeft deze kaart aan
alle goede tijdingen die er net qua energie, daar gaat het om, is in België goed. Alleen, er is altijd een tweede kaart die erbij komt. Dat doorkruist het. En dat is in feite deze kaart. En dat is heel mooi. Want dit is in feite ook inderdaad de overwinning. Je ziet op een gegeven moment door inzichten. De stavenkaart, groeien blaadjes aan. Dus door inzichten gaan wij een overwinning creëren. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Je ziet op een gegeven moment in zo'n staaf ook inderdaad de Lauwerskrans. Dus oké, dat belooft nogal wat. Oké, dan gaan we naar het bewuste niveau. En hebben we weer te maken met dit soort zaken. De kinderkaart kan natuurlijk ook staan van geloof nou eens als een kind. Aanvaard het nou gewoon. Dus het is een bekerskaart. En inderdaad, uit die bekers groeien ook allemaal bloemetjes. Dus dat is in feite heel, kijk, dat is natuurlijk heel erg leuk. Ik kan het ook niet laten. Dus dit is het bewuste niveau. Het onderbewuste niveau is natuurlijk, en dat is ook een hele mooie kaart, er valt niets anders dan te vertrekken. Dus de richting die we, althans België opgegaan was, en daar bedoel ik dus ook een klein beetje de EU mee. Deze koers is het niet. We moeten ons omdraaien, een andere koers gaan voeren. En laten we wel wezen, dat hele, ook dat hele stikstof gebeuren en dat die leugens en hou op, schei uit. Dat, mooie aspecten. Draai je om, loop weg, want dit loopt natuurlijk compleet in de soep. Dus dat geeft het een beetje aan. Dan gaan we de kaart trekken van dit heeft ertoe geleid. En dat is deze. Dat mensen het ook gevoelsmatig gewoon hartstikke zat waren. Bekerskaart in dit geval. Bij Nederland was de muntenkaart, maar dit is in feite de bekerskaart. Mensen zijn het gewoon zat. Dit heeft ertoe geleid. Dus daarom inderdaad ook veranderingen. De eerste toekomstverwijzende kaart voor België is dan deze. En dan zie je op een gegeven moment, en dat vind ik wel mooi, je ziet op een gegeven moment een tentenkamp op de achtergrond. Dus in feite een soort met belegering, oftewel de vijand, zo je dat noemen wil. En in feite worden hier de wapens weggenomen. Dus, of zo je het ook, kan je het ook zeggen, de wind uit de zijde genomen, of noem het maar op. Maar er gaat qua in korte tijdsbestek, gaat er inderdaad de power bij onze mensen die al die ellende creëren, die gaat er een beetje vanaf, die gaat er een beetje uit. Dus dat is mooi. En dan gaan we naar de kaart, zo ik ernaar kijk. Nou, ja, ook weer vertrek naar andere oevers. Met andere woorden, een hele hoop mensen die moeten toch leren het oude los te laten. Het kan ook wel oude vertrouwde ellende zijn. En natuurlijk, een nieuwe toekomst brengt altijd onzekerheid met zich mee. Maar nogmaals, dit is ook inderdaad een strijdkaart. Je ziet er allemaal zwaarden in die boot staan. Ik hoop niet dat ze door die boot heen gegaan zijn, maar goed, dat is maar een plaatje. Dus vertrek naar andere oevers. Dus dat is een feit, zo ik ernaar kijk. Jongens, veranderen, het moet anders. En oké. En dan op een gegeven moment krijgen we hier, hier vindt het plaats. Nou, je ziet op een gegeven moment hier ook weer door inzichten. Dit is toevallig dan een koning. De koning van staven. Nou, stavenkaart is een inzichtenkaart. Dus ook op hoger hand krijgen ze ook wel vaak het inzicht dat het in feite even anders moet. Dus door inzichten, door verandering, laten we even zeggen, door voortschrijdend inzicht. Ja, gaan er dus ook dingen veranderen in België. Oké. Dan gaan we op een gegeven moment kijken naar mijn angst of mijn hoop. Nou, dat is mijn angst natuurlijk dat de boel stil ligt. Dat is het dus niet, maar dat is wel een beetje de angst. En dan gaan we op een gegeven moment naar de kaart van waar het eindelijk naartoe gaat in België. En nou ja, staven, inzichten, vier, synchroon. Je ziet op een gegeven moment mensen met bloemen zwaaien. Een bepaalde eindsprint behaald, een bepaalde finish bereikt. Hype de piep, hoor. Dus die kant gaat op een gegeven moment voor België op. Dus dat is, als zo de wereldkaart ook nog zo is, dan zijn we inderdaad helemaal blij. Maar goed, er verandert nogal wat momenteel. En dat klopt ook inderdaad, want als je inderdaad de zaken een beetje bijhoudt, en ik bedoel dus niet naar de NOS kijkt en niet naar RTL en niet naar dat soort zaken, maar gewoon wat werkelijk in de wereld speelt en je gaat zelf op onderzoek uit, dan heb je inderdaad te maken
dat er heel veel dingen toch een tikkie anders liggen dan men je zou willen laten denken. Laat ik het zo zeggen. Dan gaan we naar de wereldenergie. Dus dan gaan we bij de wereld toe van hier gaat het om. En het gaat bij de wereld hier om. Momenteel is het zo van, is men ermee bezig, dan knettert het van de spanningen. Is men een beetje er niet mee bezig, dan is het een beetje een flauwte. En er moet van alles en nog wat gebeuren, willen mensen in gang gezet worden. Maar dit is een feit waar het in de wereld een beetje om draait. Dus dat. Dus het kan zomaar inderdaad oplaaien en dan knettert het van de spanning. En als het rustig blijft, dan valt het wel mee. Maar goed, dit doorkruist het. En dan is inderdaad ook weer de hoge priesteres. Die komt wel vaak voor de laatste tijd. En dat betekent eigenlijk van er wordt van bovenuit toch wel een beetje geleid. We gaan inzichten krijgen, gevoelens krijgen. Je wordt ergens op geattendeerd, de wereld. Dus er is van alles en nog wat gaande. Dit is ook een oorlog tussen een spirituele oorlog, zeg ze wel eens. Dus vandaar. Oké. En dan gaan we naar, moet ik het goed doen, kijk, naar het bewuste niveau. En dat is deze. En dan zie je op een gegeven moment de kaart van de therapeut, de adviseur. Je ziet inderdaad ook veel water voor zijn voetjes gaan. Dus dit zijn meestal mensen die zich laten geleiden door hun intuïtie, door hun gevoelszaken. Mensen worden geïnspireerd. Dit is vaak ook de wijze mensen die eigenlijk alles bij elkaar zetten en dan tot een bepaalde conclusie komt komen. Dus daar gaat het in het bewuste niveau inderdaad ook om. Het onderbewuste daarentegen geeft deze kaart aan. En dit is in feite de wereld. Dat is toevallig ook de trekking op de wereld. Dus dat komt even goed uit. Nee, maar wat ermee bedoeld wordt, is eigenlijk het simpel van het moet eigenlijk, en dat is inderdaad onbewust wel de bedoeling, het moet weer gaan zo het feitelijk bedoeld was. We zijn creërende wezens. We kunnen van alles en nog wat doen. Alleen we worden natuurlijk aan alle kanten tegengehouden. Dus daar moet het weer naartoe. Oké, dan ga ik naar de kaart van dit heeft ertoe geleid. En dat is deze, dus de ster. De ster is een bron van verjonging, een bron van vernieuwing, een bron van andere inzichten. En inderdaad, er wordt inderdaad vaak gezegd, hè, vooral als het echt oorlog is, dan zit iedereen weer in de kerk. In deze periode wordt men toch ontzettend geconfronteerd met zichzelf ook. We zijn stuk aan het oplossen. We gaan een of andere inzichten krijgen. Dat geeft weer een stukje power om door te kunnen gaan. Dat blijkt ook inderdaad wel door die inzichten dat je leven misschien aan het veranderen is. Kortom, dit heeft er natuurlijk toch wel toe geleid. En nou is de feite het opknappen. En dan krijgen we de eerste toekomstverwijzende kaart. De keizerin. Het moet terug naar moeder natuur, zeg ik dan altijd maar. De keizerin is natuurlijk een vrouwelijke energie. Het is een energie wat natuurlijk vanuit de natuur komt. Dus de natuur is natuurlijk hele krachtige energie. En dit kan ook wel een beetje staan voor, mogen duidelijk zijn, vul maar in. Maar ik heb het idee, het moet een beetje terug weer zo wat eigenlijk bedoeld was. Oké, en dan gaan we in feite, zo ik naar de situatie kijk, ja, ik vind het momenteel nog steeds armoe. Dit is de kaart ook van de armoe. Je ziet ook inderdaad de sneeuw, de kou, mensen lopen op krukken, lopen in lompen. Het is donker, dat is een beetje een hele rottige kaart. Maar zo kijk ik ernaar een beetje van, want er is genoeg energie. Er is genoeg van alles te doen. Er worden dingen hoog gecreëerd, de prijzen worden idioot omhoog gedreven. Vergis niet, in Frankrijk hele veldslagen om benzine te krijgen. Geen enkele pomp die meer benzine of diesel heeft. Het hele bedrijfsleven ligt in feite op zijn gat ook al. Dus ik weet niet wat ze daar aan doen zijn, maar goed, laten we dan maar over bouwen. Laat ik maar niet alles zeggen. Dat is misschien niet handig. Zo kijk ik in ieder geval naar. En dan gaan we naar de kaart van, hier vindt het plaats. Nou ja, wereldwijd is er natuurlijk alweer goed nieuws onderweg. Dus dit gaat natuurlijk, wereldwijd gaat er van alles en nog wat gebeuren. En dit is natuurlijk ook een inzichtenkaart. Dus inderdaad, Red October, oftewel, ja, heel veel dingen komen bovendrijven. De waarheid komt eraan. Oké. Dan gaan we naar de kaart. Dit is mijn hoop of mijn vrees.
Nou ja, ik hoop inderdaad dat iedereen alle wetten absoluut gaat bestuderen om tot één groot geheel te komen. Je ziet op een gegeven moment hier alle elementen van de kaarten aanwezig te zijn. Je ziet hier de zwaarden, je ziet hier de munten, de bekers, de staven. En natuurlijk, en daarbij haalt hij ook een rol in zijn handen opgeheven. Dus door alle wetten bestudeerd te hebben, is hij tot een bepaalde oplossing gekomen. Ik hoop inderdaad dat wij dat ook gaan doen. En uiteindelijk gaat dat hier naartoe. En dan moet ik helemaal achterin zijn. Oké, en dan, ja, na iedere levensles gaan we weer een nieuwe levensles tegemoet. Oftewel, iedere periode dat afgesloten wordt, komt weer een andere periode. Waar we heel veel dingen moeten leren en heel veel dingen moeten doen. Dus dit is even wereldwijd. Dus, en dit is natuurlijk ook hetgeen wat zou eigenlijk zo horen. Dus dat is even de kaarten op de wereldenergie. Oké, wordt ook weer gedaan. Tenzij er natuurlijk in de chat nog iets komt waarvan ik denk van, oh ja, laat ik dat dus ook eens even een kaartje trekken, maar ik zal hem even gaan bekijken. Is misschien handig. Hoppa, dan gaan we even naar boven toe. Jantje, ja, ik zit even kijken, nog geen geluid, maar alleen voor de Hulst. Oké, duidelijk verstaan. Oké. Ik hoor je heel vaag in de verte. Oh mijn god. Nou, misschien dat het ook een beetje, ik weet het niet. Goedenavond. Mag ik een boodschap? Wel geluid. Ja, ik hoor je wel. Oké. Mag ik een boodschap? Nu hoor ik je wel. Oké. Dus ja. Even kijken hoor. Of er nog een speciale vraag is. Hey Kijn, wat fijn je weer te zien. Dankjewel, Agi. Connie Lemke, zie ik. Oké. Je hebt dan niet echt vragen over de wereld of zo, of over iets anders, hè? Nee. Nou, hartstikke leuk. Nou, ze hebben genoeg mensen, geloof ik. Oh jee, ja. Oké. Ik heb me al gemeld. Ja, je hoeft me je één keer te melden. Want daarom gebruik ik dit programma. Want die namen blijven gewoon, die chat blijft gewoon staan. Dus bij Facebook is dat anders. Dan verdwijnen ze om de zoveel tijd weer. Dus vandaar dat ik dit programma ook gebruik. Dus. Even kijken hoor. Ik kom net binnenvallen. Nou, ik hoop niet dat je iets gebroken hebt. Nee hoor, grapje. Ik ga nog inderdaad eventjes, ik doe even een kaartje nog van Shirley Jess. Het financiële systeem. Nou ja, even, het is duidelijk. Ik heb inderdaad gisteren ook weer een uitgebreide podcast zitten bekijken van Arno Wellens. Die is inderdaad financieel heel erg helder en duidelijk. Althans, ik vind hem in ieder geval wel. En ik heb ook inderdaad begrepen hoe het een beetje in elkaar zit. Dus deze kaart valt er sowieso uit. Shirley, beloof niet veel goed. Of althans, dit is de kaart van toch wel nachtmerries, zorgen, alles wat dat mee gemoeid is. Dus die viel er even uit. Nou zeg, er valt er weer één uit. Maar je moet wel positief blijven. Sowieso wel. Dus je kan je wel zorgen maken, maar blijf positief. Maar ik heb inderdaad ook begrepen dat er een ander systeem erachter draait. Er komt in feite al een nieuw systeem over en die zal wel naadloos, althans dat wordt beweerd, die gaat naadloos over in elkaar. Maar hoe dat precies in elkaar zit, I don't know. Maar goed, mag ik nou gewoon normaal schudden zonder dat er iets... Goed, gelukt. De eerste kaart op de financiële situatie is toch een balans zien te krijgen. Ja, dat snap ik. Balans zien te krijgen. Welke waarde is echt en welke waarde is niet echt. En er is natuurlijk heel veel geld bijgedrukt. Het zijn gewoon papieren. Geld is in feite niet zoveel waard, want het bedekt helemaal geen enkele waarde. Maar het nieuwe systeem, dat schijnt wel gekoppeld te zijn aan edelmetalen. Dus dat bedekt wel een bepaald waardegebied. Hoe dat precies in elkaar zit, weet ik ook niet. Maar er wordt in feite een stukje balans gezocht. Dus blijkbaar gaat het dus niet helemaal goed. En wordt er opnieuw balans gezocht.
En de tweede kaart die erbij komt, is dat het toch wel een bepaalde overbelasting creëert. En deze kaart staat natuurlijk ook voor van je gaat het gewoon heel erg druk krijgen. Je gaat gebukt onder bepaalde situaties. Dus het zal inderdaad even pittig en even moeilijk worden. Dit is best wel een zware klus, denk ik zo. Dat is twee. En dan gaan we kijken naar het bewuste niveau. En het bewuste niveau is in feite de leerling, of althans, ze zijn aan het oefenen of zich klaar aan het maken voor iets groots. Dus men neemt aanvang, zeg maar, om een bepaald, ja, naar een bepaalde finale toe te gaan. Dat is even bewust. Oké, en dan gaan we toch naar het onderbewuste toe. Wat zegt die dan? Men tast hier in feite nog aan in het duister. Dus het schijnt nog niet helemaal klaar te zijn. Dus er zullen heel veel, heel wat vraagtekens opgelost moeten worden. Voordat het inderdaad zover is. En natuurlijk zien wij er ook niks van. Daar hoeven we ook niks van te zien. Want we hoeven ons ook niet geen zorgen te maken. Zolang wij inderdaad maar genoeg van alles hebben. Ik wil niet zeggen overdaad, maar wel genoeg van alles hebben om gewoon te kunnen leven natuurlijk. Oké, en dit heeft ertoe geleid. Nou, dat zal wel niet zo'n fijne kaart zijn, denk ik zo. De gehangene, de hele wereld staat op zijn kop. En de gehangene, dus ook een kaart van stilstand. En als men inderdaad andere inzichten gaat krijgen, dan gaat men vooruit. Dus in feite betekent deze kaart een beetje van het stopt, het zit vast, het kan geen kant op. We hebben een crisis, alleen je moet de zaak anders gaan bekijken, wil je dit oplossen. Dus dit is een feite wat er heeft toegeleid. En dan hebben we de kaart naar de eerste toekomst toe. Ook wel een belangrijke vind ik altijd. Ja, dit is toch een beetje de kaart van de gewin. En dat is natuurlijk helemaal mooi. Andere woorden, gaat het om je werk, dan ga je in ieder geval hartstikke druk krijgen. Maar dit is in feite gewoon een financiële situatie en er gaat in ieder geval meer geld komen. Er komt een verrijking. Dus blijkbaar blijkt het nieuwe systeem is inderdaad zo dat er een soort met verrijking komt. Dus oké. Dus hoe, wat, wie, weet ik ook niet, maar er schijnt dus wel een vermeerdering te komen van, nou, kom maar op, zou ik zeggen. Ik heb nog wat wensen op mijn lijstje. Nee, grapje. Dit is hoe ik op de situatie kijk. Mogen duidelijk zijn weer, hè. Ik vind eigenlijk alles een evenwicht moet zijn. De natuur is een evenwicht, is de natuurkaart namelijk. Alles heeft natuurlijk een bepaalde doel. Dus zo het nu gaat, kan natuurlijk niet. Simpel. En dit is eigenlijk, hier vindt het plaats, of althans, dit heeft met alle mensen te maken. Nou, deze kaart geeft een beetje aan van, deze gaat inderdaad onbezonnen, lekker op pad, gaan aan de gang. Eigenlijk wordt ook wel gezegd van deze kaart, deze vertrekt als leerling en komt eventueel weer terug als volleerd. Dus er zullen heel veel zaken geleerd moeten gaan worden, anders ermee omgegaan moeten worden. Er zal een hele verandering plaatsvinden. En dit is wel een positieve kaart, want het zonnetje schijnt natuurlijk erbovenop. Dus in feite mag ik wel zeggen dat er toch wel een verbetering in de toekomst zit. En nogmaals, het is natuurlijk ook idioot dat als je een gezin hebt, dat man en vrouw moet werken om rond te kunnen komen. Dat je in feite je kinderen niet op kan voeden zelf en noem het maar op. Dus dat vind ik sowieso, dat moet veranderen. Maar goed, dat vind ik, hè? Andere mensen moeten het ook zo vinden. Dit is in feite de kaart ook trekker 2. Dit is mijn hoop of mijn vrees. En dan denk ik maar bij mijn eigen van ja, iedere overwinning is er één. Althans hebben we vele kleine overwinningen. Dan betekent dat nog een grote overwinning. En de tweede kaart die erbij kwam, ik heb hem niet eens gezien, is in feite toch wel dat voor sommige mensen toch wel even een teleurstelling gaat worden. Sommige mensen houden zich heel erg graag vast aan oude systemen. Maar uiteindelijk gaat het hier naartoe en dat is deze kaart en dit is weer de kaart die ik ook op de wereld had. Na iedere levensles krijgen we een nieuwe levensles. Dus iedere periode die afgesloten wordt, begint weer een nieuwe periode. Dus en zo zijn we nooit uitgeleerd. Dus dat is even op de financiële kant. En ja, gaat het veranderen? Gaat het klappen? Ja. Moeten we er bang voor zijn? Absoluut niet. Gaan we armoede nou krijgen? Absoluut niet. Er komt vermeerdering. Sterker nog, het oude, corrupte, rottige puntje-puntje systeem,
dat gaat veranderen. Hoe het precies plaatsvindt, weet ik niet. Dat we niet echt meer hoeven te gaan werken voor ons geld. Hij is inderdaad al bekendgemaakt. Dus we gaan meer tijd krijgen voor zelfontwikkeling, voor zelfstudie. Wil je werken, kan dat ook, maar het is niet echt noodzakelijk. Dus iedereen die kan op een normale manier rondkomen. En we kunnen in feite normaal gaan bouwen aan jezelf en bouwen aan je wereld en bouwen aan. Ja? Dus dat. Maar het is wel heel oneerlijk als er geld bijgedrukt wordt. Dus, ja, belasting, dat. Ja, je weet hoe ik het denk. Ook weer zoiets. Ik heb hier een kamertje die ik gebruik in mijn eigen huis. Ik offer in feite een kamertje wat ik huur. En dan krijg ik net een brief of ik even 65 euro belasting wil betalen omdat ik een kamertje gebruik voor mijn werkzaamheden. Is toch mijn huis? Is toch mijn kamertje? Of ik nou een slaapkamer op of niet, dat moet ik toch weten. Maar goed, zo belachelijk zit het inderdaad in elkaar. Dus, oké. Heb je het idee dat de mensen die nu het nog niet zien, uiteindelijk ook de ogen open zullen gaan? Nee. Als mensen nu nog niet wakker zijn, Roelie, dat is een vraag, ik moet even erop zetten. Als mensen nog niet wakker zijn en het nog niet zien, ik bedoel, hetzelfde met die coronaprikken, ik zeg gewoon wat het is. Als er inderdaad al bekend wordt dat er een kleine schatting is dat er al 20 miljoen mensen doodgegaan zijn van de prik. En hebben we het niet eens over de andere zaken die het nog veroorzaakt heeft. En dat Australië, die eerst zo idioot aan de gang was, toegeeft dat er een hele hoop mensen overleden zijn door die prik. En ook de begrafenissen gaan betalen. Dat is gewoon nieuws, hè? Kan je gewoon overal vinden. Dan. Je ziet inderdaad dat men toch een klein beetje aan het terugkrabbelen is. En er is inderdaad ook weer bekend geworden. Er is altijd tegen ons gezegd van als je die prik neemt, dan kan je niemand besmetten. En dat blijkt dus absoluut niet waar te zijn. Eerlijk gezegd, het is nog eens erger geworden. Het is andersom. Dus, maar ja, goed. Alles wat deze overheid zegt, is ook allemaal andersom dag. Hè? Ik bedoel, als zij nee zeggen, bedoelen ze eigenlijk ja. En dan, enzovoort, enzovoort. Dus dat. Maar goed, dus als men het nog niet ziet, nou ja, dan wordt het hem ook niet meer, denk ik. Dan kunnen ze beter maar naar huis gaan. Maar goed, ik ga even naar boven toe. En ik ga gewoon even kijken wie er als eerste aan de beurt is. En dan heb ik te maken met... ik zou graag een boodschap willen horen. Dat is Mirjam Wielhouder. En dan pak ik even mijn schriftje bij. En mijn pennetje. En nogmaals jongens, hebben jullie suggesties, willen jullie andere dingen horen? Of weet je, ik kan inderdaad ook wel dit soort Nederland, België doen, maar dan inderdaad zeg maar gewoon met symboliek dat binnenkrijgt. Misschien is dat wel een leuk idee om gewoon af en toe zo'n filmpje te posten. Misschien is dat wel grappig. Misschien doet het wel eens. Maar goed, ik ga eerst even naar Mirjam. Mirjam Wielhouder, voor degene die voor het eerst kijkt, heel simpel, ik krijg een naam en ik probeer dus inderdaad iedereen te attenderen op een eigen intuïtie. Dus dit zijn maar voorbeelden wat ik doe en dat zijn ook hele korte boodschapjes. Mocht je in feite een echte reading willen hebben, dan kunnen we dat in feite ook via de computer doen. Hoef je dus niet te reizen. Ben je een uur tot anderhalf uur kwijt? Kosten zijn 35 euro. En dan moet je me gewoon even via mijn website aanmelden. Dus www.keimpe.be. En dan kunnen we een afspraak maken. En dat, dat doe ik eigenlijk van een groot deel van de dag. Dus, oké, dus dat. En trouwens ook nog even de huiskamertjes. Ik heb net weer een aanvraag gehad. Hartstikke leuk. Dat blijft ook maar lekker doorgaan. Dus wil je een keer een avond hebben met een mannetje of 10... met vriendinnen of met collega's, of je wil iets anders doen. Dan kan ik inderdaad ook heel veel dingen uitleggen ter plaatse. Ik neem een whiteboardje mee, ik leg dingen uit. Ik doe inderdaad waarnemingen, probeer mensen te healen. Kortom, er kan natuurlijk veel. Dus als je iets wil, overleg het gewoon weg. Geen enkel probleem. Wil je langskomen is ook geen probleem, maar voor de meeste mensen is dat natuurlijk tegenwoordig de dag omdat dan in verband met hoge brandstoffen, reistijden enzovoort enzovoort. Maar goed, dan even daar gelaten. Dus symboliek, droomsymboliek, moet ik inderdaad uitleggen.
Er zijn natuurlijk een hele hoop mensen die dromen 's nachts, maar die vaker niet uit kunnen komen wat dat nou allemaal te betekenen heeft. Dus daarom doe ik inderdaad dit soort kleine boodschapjes om te laten zien wat je met symbolen kan doen. Dus mocht je zelf dromen, schrijf ze op. Probeer inderdaad pen en papier naast je bed neer te leggen. Want als je net wakker wordt, weet je vaak wel. Maar 5 minuten later is alles weer weg. Dat is een bekend fenomeen. Maar ben je echt een beetje aan het dromen, dan hebben ze meestal een boodschap in zich. Goed, dus ik ga inderdaad even naar Mirjam Wielhouder. En dan ga ik kijken wat ik hierbij krijg. Oké. Wat ik hierbij krijg. Nou zit ik even te wachten hoor. Ik heb in ieder geval even, vind ik wel heel grappig, een brug die open gaat. Nou ja, verkeer staat voor mij altijd voor verstand. Het oude verkeerde verstand. En een brug is natuurlijk gevoelzaken. Dus soms moet je in feite het verstand even uitzetten. Het gevoel het verstand uitzetten om het gevoel door te laten gaan. Oftewel, sommige dingen moet je ook je gevoel bij raadplegen. Want sommige zaken... kan je alleen maar tot een oplossing komen terwijl je alles dus al geraadpleegd hebt, dus ook je gevoel geraadpleegd hebt. Oké, dan krijg ik in ieder geval wel te maken met een schepje die is bezig om wat kool op het vuur te gooien, dus er wordt een beetje een soort van activiteit wordt er verwacht, of althans er zou een activiteit moeten ontplooid moeten worden, dus even dat kolenschepje, kool op het vuur gooien. Gaan we inderdaad verder kijken en dan krijg ik toch te maken met het toch door blijven gaan. Althans, ik heb een heel groot, een wiel. En een wiel, dit is toevallig zo'n zwaar wiel. Dus die gaat wel door middel van de vliegende kracht, oftewel moeilijk te stoppen. En dat wiel, dat houdt in feite in gewoon af en toe even er flink tegenaan en dan rolt het wel door. Dus in ieder geval... Je hoeft er niet altijd energie in te stoppen, maar regelmatig om... Het is een vliegwiel, letterlijk en figuurlijk. Dus dat. Ik was even het woord aan het zoeken. Gaan we inderdaad verder kijken. En dan krijg ik toch te maken met een gigantische groei eigenlijk. Ja, ze laten me zien door middel van een boom. Maar een boom die eigenlijk zegt van... Wii, maar ja, dat kan helemaal niet. Maar even symbolisch gezien... Dus dat betekent eigenlijk dat er een bepaalde... Toch in ieder geval een steeds grotere... groei bij jou is. Dat kan emotioneel, dat kan gevoel zijn. Het kan ook spiritueel zijn, maar er is een bepaalde groei bij jou, Mirjam. Gaan we verder kijken, dan krijg ik inderdaad te maken met een televisie. Nou, we weten allemaal televisie. Antennetje erop, stekkertje erin en we ontvangen beelden. Dus het gaat in de feite ook om beelden op te vangen die er momenteel niet in jouw omgeving zijn, maar die van verder komen. Dat krijg ik erbij te zien. En krijg ik ook te maken met een anker, oftewel dingen liggen ankervast. Dus het is wel, ja, het is wel heel duidelijk dat wat er gaat gebeuren. Dus even in het kort dit voor jou. Dus meer met je gevoel aan het werk, even wat meer actie, zeg maar op een gevoelbasis, want je bent je ontzettend aan het ontwikkelen. Je gaat inderdaad beelden zien. En dat is in feite ankervast. Dus dat is in feite ook heel leuk. Ik krijg wel een beetje een vrouw op de achtergrond. Dus een overleden dame die jou daarbij aan het helpen is. Het grappige is dat ze me ook een schort laat zien met wasknijpers. Dus ik weet niet. Maar oké, het zal. Dus dat krijg ik even bij jou, Mirjam. Dus dat. En wie hebben we dan? Goedenavond, een boodschap voor mijn vader. Oké. Oh, 2 Mirjams achter elkaar. Grappig. Mirjam, maar in dit geval Lommen. Gerards. Goed, Mirjam Lommen in dit geval. Een boodschap voor jouw vader. Dan gaan we even kijken wat hier gaande is. Ik ga heel erg terug in de tijd, moet ik zeggen. Want ik heb in ieder geval te maken met een klompje... Met een zeil erop, wat is dat nou weer? Dus er werd van een oude klomp vroeger. Er werd een mastje op gemaakt en dat was een soort met zeilbootje dan. Oké, dus dat is wel een hele iets ouds. Dan ga ik terug in de tijd qua speelgoed althans. Dus dat. Oké, we hebben dat gehad. En dan krijg ik inderdaad te maken met
Ah, oké. Okay. Het boomklimmen en dat soort zaken. Dus eigenlijk allemaal soorten met katten kwijt te hangen. Allemaal dingen die men vroeger deed om zichzelf lekker bezig te houden. Nou weet ik niet of dat... Nou, ik weet niet wat dat nou weer is. Nou goed. Ja, er wordt inderdaad flink gelachen. Ik krijg ook te maken met een stevig, althans vroeger een stevig figuurtje. En daar bedoel ik mee te zeggen, er staat een jongen met een wat stevige postuur. Misschien dat hij inmiddels al overleden is, dat gevoel heb ik hier wel. Maar ik moet wel zeggen, die was erg gelovig. Want ik krijg inderdaad ook te maken met een vleermuis bij hem. Dus die was veel met bidden bezig, althans de omgeving was veel met bidden bezig. Dus dat. Inderdaad had hij wel veel energie nodig of heeft hij heel veel energie gehad. Dan krijg je inderdaad te maken met een tankstation bij hem. Oké, gaan we verder toe. Ik moet wel zeggen dat hij teruggefloten is door iets. Dus blijkbaar heeft hij niet alles even goed of keurig gedaan. Maar hij heeft er wel een beetje een soort met karma-achtig iets gehad. Dus ik heb te maken met een overleden man, zeg maar, die vroeger waarschijnlijk een vriend van je vader is geweest. Want ik krijg inderdaad allemaal kattenkwaad, dat soort gekke dingen. Iemand die gelovig is. Maar ik krijg nu te maken met een duimpje omhoog. Met andere woorden, wees niet bang. Het gaat in ieder geval ook voor je vader gewoon hartstikke goed komen. Geen probleem. Blijkbaar is je vader een beetje moe de laatste tijd. Want hij mag ook binnenkort even lekker uit gaan rusten. Oké. Verder? Nou, oké. Dat is even heel kort. Oké. Dus... dat, eventjes, zijn gewoon de symbooltjes, hè. En dan krijg ik Cecile Ekerland. Zeg ik het goed? Ja. Hoppa. Cecile Ekermans. Oké, okay. Grappig. Cecile, ik krijg gelijk als ik dit jouw naam opschrijf, ga ik te maken krijgen met een vlag. Dus blijkbaar heb jij een persoonlijke overwinning op jezelf behaald. Althans, er zijn dingen duidelijker geworden. Het lijkt ook wel of je meer tot rust gekomen bent. En je bent weer bezig met nieuwe plannen. Nou, dat op zich is dat helemaal goed natuurlijk. Is het beeldje nou zo klein of ligt dat nou aan mij? Nou, dat zal aan mij liggen. Wacht even, ik ben even aan het... Nee, niet. Er gebeurt niks. Nee. Nee. Oké, okay, er gebeurt dus niks. Nee, ik denk misschien moet ik instellingen veranderen, maar dat is allemaal niet zo. Maar goed, in ieder geval een persoonlijke overwinning behaald. Dat houdt in feite in dat jij dus het vertrekken gaat naar een nieuwe gronden toe. Althans, ik heb te maken dat je het oude, hoe je leeft, dat je het loslaat, dat je naar het nieuwe gaat beginnen. Dan krijg ik te maken met een schoorsteen erbij. Dus schoorsteen. In dit geval heeft dit te maken niet zozeer persoonlijk, maar de dingen die je wil ondernemen. Want het heeft ook met ja, bedrijfachtige dingen te maken. Dus de schoorsteen gaat in ieder geval wel roken. Dus er komt iets nieuws op je pad, waardoor de schoorsteen gaat roken. Dat is mooi. Het kan ook een nieuw contract zijn of zo. Hè? Dat kan ook. Dat. Gaan we even verder kijken. En qua gevoelsgebied, hartstikke grappig, want ik sta aan boord van een schip. Daar kijk ik naar een soort met, waar je dus mee gas geeft met zo'n boot. Dat heet de telegraaf, heb ik inmiddels begrepen. Dus, ja. Dus die gaat op volle kracht. Dus op gevoelsgebied ga je weer heel veel dingen leren. Ga je op volle kracht. Dat heeft ook met het geestelijke te maken, want ik krijg ook te maken met een kerktoren bij je. En ik heb inderdaad weer te maken met een kruiwagentje. Dus het heeft ook te maken met mensen die al boven zijn. Die jou in feite ook weer helpen, zeg maar, daarin. Dat wordt wel gezegd als de tijd is. Haha, maar goed, grapje. In ieder geval ben je er sterk genoeg voor. En nogmaals, men vindt eigenlijk dat je het kranig doet. Zo je de laatste tijd ermee omgaat. Oké. Okay. Dan gaan we verder kijken. De winkelruit. Laat eens zien wat je in huis hebt. Als een winkel, als je een etalageruit hebt, dan zet de winkelier natuurlijk alles in de winkelruit om te laten zien wat hij verkoopt. Althans, dat was vroeger zo. Hè? Dus laat zien wat je in huis hebt. Dat krijg ik een beetje bij jou even heel in het kort, Cecile. Dus dat. Oké. Okay. Tini, fling,
Oké. Ja, ook zo grappig als je dus met een naam ziet en dan als je dan op je lichaam let, dan merk je gelijk van alles en nog wat. Dus Tini heeft een klein beetje wat problemen, zeg maar. Maar ja, dat hoef ik niet op te noemen hier. Tini, ik ga even kijken wat ik bij jou krijg. Ik krijg bij jou te maken met een uil, dus er komt inspiratie op u af. Dat is heel mooi. Dan krijg ik te maken met een koe. Niet dat je een koe bent, maar je moet oppassen dat je niet gemanipuleerd wordt of dat je overrold wordt. Dus er zijn inderdaad mensen die een bepaalde mening hebben. Oké, en die zeggen ook inderdaad wel eens dingen. En dan wordt dan aan je gevraagd van neem in ieder geval even met een korreltje zout. Oké, zoutpotje. Gaan we verder kijken. Doe inderdaad vooral even je eigen ding. Het wordt de aankomende tijd emotioneel best nog wel eventjes knokken. Ik heb in ieder geval 2 bokshandschoentjes bij je te zien. Dus het kan inderdaad zijn dat er van alles en nog wat in je omgeving gebeurt. Niet zozeer met jou, maar wel met je omgeving. En het is in feite ook heel leerzaam. Want ik heb inderdaad ook te maken met een schoolbord. Dus je gaat dingen meemaken. Ja, die voor jou misschien ook heel leerzaam zouden kunnen zijn. Oké. Ja, ik krijg in één keer een doek. Met het doek wordt over het bord heen gedaan. Dus er worden heel veel dingen ook gewist. Oké. Dus daar heeft het wel mee te maken. Oké, dan krijg je toch te maken met een schaakspel. Dus dat betekent inderdaad even je zetten gaan bedenken voordat je iets zegt of voordat je het doet. Dus ga strategisch te werk wat je doet en wat je zegt. Want sommige dingen worden natuurlijk niet in dank afgenomen wat je zegt. Dus dat. Inderdaad moet ik wel zeggen van er is al vrij snel licht aan het eind van de tunnel. Dus deze periode gaat niet zo lang duren. Oké, dat even heel in het kort voor jou. Voor jou, even kijken hoor, dan heb ik hier Jantje. Jantje. Uitema. Grappig. Oké. Ja, ik was nog bezig om je naam op te schrijven en dan krijg ik al een symbool te zien. Dat is wel heel grappig altijd. Ik sta bij een halte, een soort met bushalte. Dus ik sta eigenlijk even te wachten op dingen die gaan gebeuren. Een bushalte. Of een tramhalte kan ook. Whatever, wat jij wil. In ieder geval dat. Maar het grappige is, omdat we toch over een tram beginnen, krijg ik gelijk te maken met een bovenleiding. Dus er komt inderdaad kracht van boven om even passende plaatsen te maken, om even misschien over dingen na te denken, om dan in feite daarna actie te ondernemen. Dus dat is even die bovenleiding. Ook is het nu de tijd om de oude zaken van vroeger, dus dingen die je meegemaakt hebt, die je misschien nog dwars zitten, om die even uit jouw systeem te gaan gooien. Dus dat kan van alles zijn vanuit je kindertijd zijn, van dingen die je gemerkt hebt, die er dus misschien nog steeds in zitten. Het wordt inderdaad tijd dat je dat eruit gaat gooien. Daar krijg ik ook een kolenkit bij, dus dan moet je inderdaad even actie ondernemen. Misschien moet je bepaalde dingen niet alleen doen, maar soms misschien met anderen. En ik moet inderdaad zeggen, na regen komt zonneschijn, dus ik zie op een gegeven moment ook wolken bij de zon weggaan. Dus het zonnetje gaat binnenkort ook wel weer schijnen. Oké. Verder, je hoeft niet bang te zijn terug te vallen in de oude fout. Of in ieder geval, er is een situatie, je hoeft niet bang te zijn die terugvalt in het oude. Ik heb te maken met een grammofoonplaat. En je weet, als daar een krasje op zit, dan blijft die naald hangen. Dus dat is een feit, er wordt daar een rode streep doorheen gedrukt. Dus dat gaat niet meer gebeuren. Dus dat even voor jou. Gezelligheid krijg ik er dan bij. Ik heb te maken met een bosje bloemen. Dat is leuk, want als ik denk dat het gezellig is. Je bent ook de dingetjes nog aan het onderzoeken, dus die tijd ga je ook krijgen. Het muisje, het muisje onderzoekt ieder hoekje, ieder gaatje. Dus dat ga ik ook bij jou krijgen. Wat gaan we nog meer krijgen? Dat is mooi. De schildknap van Bekers krijg ik erbij. Oftewel, er komen fijne gevoelens op jou af. Althans, een periode van fijne gevoelens. Dus dat is helemaal niet verkeerd. Even heel in het kort voor jou. En natuurlijk is het ook maar heel kort, hè? En het gaat natuurlijk vooral om de symboliek. Ines. Pekkaart. Of
voorkomen dat ik het zo goed uitschrijf. Maar goed, Ines. Goed, we gaan eens even kijken wat ik met jou krijg, Ines. Ja, inderdaad. Heel grappig. Om even terug te komen op de symboliek. Ik ga nog even terug naar Jeltje toe. De bushalte. Ik moet even wachten. Ik kan nog niet verder. Ik moet even wachten. Dat is de bushalte, symbolisch, hè? En dan de bovenleiding. Nou ja, een tram en een trein, die heeft natuurlijk krijgt kracht van boven om door te kunnen gaan. Dus dat kan je ook koppelen met energetische kracht die van boven komt, die jou kunnen helpen in feite. Ja, dat is ook weer zoiets. Dus symbooltjes, altijd heel erg leuk. En met die symbooltjes kan je heel mooi puzzelen en een beetje ongeveer. Als je dat aan elkaar gaat rijgen, want dat is natuurlijk het verhaal, dan krijg je natuurlijk een bepaald verhaal. Dus dan ga ik ook inderdaad even bij Ines kijken. En dan krijg ik toch te maken dat jij qua gevoel aan het veranderen bent. Ik heb natuurlijk weer te maken met een scheepsroer. Nou, heel duidelijk. Heeft natuurlijk met water te maken. Water heeft weer met gevoel te maken. En inderdaad, een schip kan van koers veranderen. Dus jij kan inderdaad ook van koers veranderen. Dus blijkbaar ga je qua gevoel, ga je toch weer om. Oftewel ga je toch een andere kant op. En dat kan doorkomen door inzicht of situaties die je meegemaakt hebt. Of noem het maar op. Maar het roer gaat letterlijk en figuurlijk om. Dat is leuk. En kijk, en dan krijg ik weer zo'n symbool waar ik inderdaad even over na moet denken. En ik heb nu te maken met een vrachtauto. Zeg maar. Dan gaan we die eerst even ontleden. Want dat gaat natuurlijk om de symboliek vanavond. Een vrachtauto die vervoert vracht. Oftewel lading, oftewel een last. Dat is een last. Hè? Maar een vrachtwagen rijdt vaak voor derden. Dus dan weet ik in feite al dat je een bepaalde last op je genomen hebt. Of mensen wil helpen. Of mensen bijstaan in een bepaalde last. Of een bepaald verlies, of noem het maar op. Maar in dit geval is het een zandauto. En ik zie in feite dat die aan het kiepen is. Dus dan mag ik wel tegen jou zeggen, of mag ik wel concluderen. Een auto is ook in ieder geval van A naar B, heeft ook te maken met het tijdbestek, ook qua symbolisch. Maar in dit geval, als een zandauto zijn lading leegkiept, meestal is het voor derden, word je in feite gelost, oftewel verlost van een last van iemand anders. Snap je? Dus dat. Dus dan gaat het betekent ook weer dat er een nieuw tijdbestek komt. Dus je wordt verlost van een last van iemand anders. Oké. Dan heb ik inderdaad te maken met de wereldbol. Dus die ben ik even aan het bekijken. En het grappige is van deze wereldbol, ik teken nu een atlas. Dus je bent er maar zo naar het ronddraaien. Je denkt op een gegeven moment van, nou ja, daar klopt ook helemaal niks van. Wat zijn mensen toch aan het manipuleren? Wat zijn mensen toch rare verhaaltjes aan het verzinnen. Dus dat klopt. Het klopt in jouw optiek, klopt het in ieder geval niet. Dan heb ik het inderdaad ook weer over. En ik zie allerlei pijpen naast elkaar staan. Dan heb ik het inderdaad over een bepaald. Oh, dat energievraagstuk. Daar klopt inderdaad niks van. Dus dat is een centrale wat ik zie. Gaan we verder kijken naar een symbool toe. Ja, dan zie ik inderdaad toch te maken krijg ik met een waterput. Dus dan weet ik in ieder geval dat het gevoel naar boven borrelt. De waterput, de bron, ofwel. En jij kan inderdaad dan heel, als het naar boven borrelt, kan je er makkelijk bij. Dus wat tegen jou gezegd is, je gaat veranderen van koers. Je wordt verlost van een last van iemand anders. Je bent een beetje naar de wereld aan het kijken van hoe zit het in elkaar. Ik heb te maken met een energiecentrale of zoiets van oké, het is allemaal wel heel raar. En dan ga je inderdaad je gevoel raadplegen. En dan weet je het eigenlijk wel een beetje hoe het zit. Omdat je intuïtie gewoon leert te gebruiken. Of leert, dat heb je natuurlijk al. Maar goed, dat intuïtie geeft een beetje aan hoe of wat. Ga ik verder kijken. Nee, sorry. Ik moest even lachen om het symbool wat ik zag. Ik zag een boom, en dan moet je het allemaal weten. Bomen produceren niet alleen zuurstof, maar als je in een bos loopt, nemen bomen ook negatieve energieën van je af. Vandaar ook die bomenknuffelaars. En in dit geval, als je inderdaad de negatieve energie van je af laat voeren, als je in een bos loopt, dan kom ik op een gegeven moment in dat bos, kom ik een boom tegen. En daar zit een vogeltje in, en die zegt koekoek, oftewel koekoek. Dat was in mijn beleving was het best wel even grappig. Zoiets van, oké, de wereld is een beetje gek. Koekoek, maar goed. Dus toen moest ik even om lachen.
Grappig. Ja, en dan krijg ik toch te maken, ik zeg het maar even, toch inderdaad weer te maken met een sleepboot. Een sleepbootje. Een sleepboot is natuurlijk gemaakt om andere schepen voor te slepen. Oftewel mensen los te trekken die vastgelopen zijn, of noem het maar op. Dus daar gaat het toch weer een beetje heen. Maar nogmaals, je moet in ieder geval medelijden hebben, maar niet meelijden. Hè? Dat even zo. Prima dat je zo die instelling hebt en dat je mensen gaat helpen. Maar zorg in ieder geval wel dat het jou zelf niet beschadigt. Dat is even. Oh ja, er wordt nog even gezegd. Schoon je even regelmatig qua gevoel. Als je niet weet hoe het moet, op mijn website staat een schoningsoefening. Binnenkort staat hij op YouTube ook weer. En ik ga hem toch opnemen. Althans, hij is al opgenomen voor een gedeelte. Maar ja, kritisch, hè? Je kent het wel. Dus ik moet hem even editen. Okay. Maar die komt in ieder geval. Dat is even voor jou, Ines. Dus dat. Mag ik vanavond een boodschap? Nou, even kijken. Astrid, zullen we kijken wat men tegen jou te vertellen heeft. Astrid, even intunen. Oké, de schoenendoos. Oftewel, je kreeg schoenen aangereikt en je weet, met schoenen ga je stappen ondernemen. Dan ga je ergens weer weg. Dat kan van je werk zijn, dat kan van je huis zijn, dat kan van je relatie zijn. In ieder geval ga je stappen ondernemen om dingen te veranderen. Dat is even de schoenendoos. Die krijg je toch een beetje aangereikt. En blijkbaar is dat een cadeautje, want er zit ook een strikje omheen. Hartstikke leuk strikje. Oké, dus de schoenendoos. Daar beginnen we mee. Dan gaan we verder kijken en dan krijg ik te maken in de speeltuin. Vroeger had je zo'n ik vond het een rodding. Om even netjes te blijven. Dat was een soort met ton. En die zat in een as. En dan kon je op lopen. Maar ja, dat ding dat draaide natuurlijk. En je moest jezelf heel goed vasthouden. Dus menigene heeft daar zijn tanden wel eens op kwijtgespeeld. Maar dat betekent dat je op een soort met rad staat. Waar je eigenlijk niet vooruit komt. Maar het maakt je wel sterk. Dus dat wordt er een beetje gezegd. Dus dat was dus nog een beetje oefenen. Dus blijkbaar. Oké, dan wordt toch vandaag op morgen wordt het motortje aangezwengeld. Wat voor motortje? Laten ze me even niet zien. Oh, wacht even, dat is een pomp. Dus weet je wel, er zit zo'n motortje met zo'n touwtje. Dan moet je een touwtje trekken. En dan slaat het motortje aan. En dan ga je pompen, oftewel dan ga je, water is gevoel. Dus dan ga je bepaalde gevoelens in feite bij jezelf weghalen. Dat is even de pomp of de lenspomp, of hoe je het noemen wil. Maar goed, dat krijg ik in ieder geval wel erbij. En dan krijgen we inderdaad te maken met water. Dus we krijgen te maken met gevoelens. En ik krijg met een soort met een beetje moderne, ja, wat is het? Zo'n beetje grote motorboot te maken. Niet letterlijk. Maar dat betekent wel dat je op een gegeven moment qua gevoel best wel snel vooruit kan, alle kanten op. Alleen de vraag is even, ik krijg er een vraagteken bij, van welke kant wil ik eigenlijk op? Dus qua gevoel, ja, wat wil je? Ja, het heeft ook met een verplaatsing te maken. Dus ja, welke kant wil je een beetje op? Het kan alle kanten op gaan. In ieder geval, op geestelijk gebied heb je in ieder geval wel een overwinning op jezelf behaald. Dus ik heb te maken met een kerktoren met een vlag erop. Dus dat is niet zo verkeerd, zeg maar, zeg ik dan altijd maar. Verder. Dat was het wel zo'n beetje, ja. Oké, de rest komt later wel. Dus even heel kort voor jou. Dit? Oké. Dus daar. Even kijken hoor. De volgende vraag is Marleen. Marleen Verhulst. Als het mogelijk is, graag een boodschapje. Tuurlijk. Ik leen we even naar een nieuw paginaatje toe. Marleen Verhulst. Nou, ik vind nou schrijf. Marleen Verhulst. Goed, even kijken wat voor symboliek ik weer bij jou krijg. Hoe ga ik dit uitleggen? Oké, ik ben in een soort met stad. Zeg maar. En ik zit op een soort met. Ik ben een soort met plein, dus er gebeurt van alles en nog wat. Het heeft natuurlijk met allerlei andere mensen te maken.
allerlei stukjes. En ik zie dat jij dus in feite struikelt over een soort met tramlijn. En dat zijn van die geulen die in de weg zitten. Nou ja, als je niet oppast, dan is je verkeerd stapt, dan stap je erin. Nou, wat wil dat zeggen? Een rails is in feite, daar kan je niet naar links, je kan niet naar rechts als je tram bent, maar je hebt gewoon die weg te vervolgen. En ja, sommige mensen hebben een bepaald doel voor ogen, zeg maar, en die willen koste wat kost een bepaald doel behalen. En daardoor kan een ander daar wel eens in struikelen. Met andere woorden van, ik wil dat of dat, en om de kosten van het kosten wil ik dat behalen. En daarvoor moet alles aan de kant, dus jij moet daarvoor ook aan de kant, of bepaalde dingen kunnen niet. Ja, en dat is inderdaad lastig om dat te constateren, dat sommige mensen zo gebrand zijn om iets te bereiken, zeg maar, dat jij daarvoor aan de kant geschoven wordt, of in ieder geval jij daar in ieder geval niet in meedoet. Dat is een beetje het verhaal. Ik krijg er ook lampionnen bij, dus moet ik gelijk denken aan de Halloween-periode. Wanneer is die eigenlijk? Geen idee. Maar dus het zal rond die tijd zal het inderdaad, of het heeft al plaatsgevonden, of rond die tijd zal het plaats gaan vinden. Oké, dan moet ik inderdaad zeggen van, laat dat dan eventjes los. Want ik heb inderdaad te maken met Wieken van de Molen. Dan moet ik gelijk denken aan de molen van Don Quixote. Die eigenlijk, ja, die vocht tegen de Wieken van de Molen, kan hij nooit winnen. Dus met andere woorden van, als dat in feite plaatsvindt, je komt zo'n persoon tegen, steek er geen moeite in, je wint er toch niet van. Dat is een beetje het verhaal. En je ook niet opwinden, dat is ook heel grappig. Zo laten we dus een uurwerk zien, de achterkant van een uurwerk. En vroeger moest je daar zo'n sleutel in stoppen en dan moest je hem in feite opwinden. Dus met andere woorden, wind je daar ook niet over op. Oké, dat. Leuke symbolen, jongens, vanavond. Nee, maar ik echt. Dan gaan we even verder kijken. Ja, dan zijn ze blijkbaar van een apropos. Hoe kan dat nou weer? In ieder geval heb ik ook te maken met een koekoeksklok. Dus je bent ook in feite, zit je op een soort met boodschap te wachten. Dat kan van een overleden persoon zijn. De enige overleden persoon die ik inderdaad even heel sterk bij jou zie, is een manspersoon. Dat in ieder geval wel, dus een man. En ja, hij kon inderdaad wel wat hij was niet, zat hij niet helemaal lekker in zijn vel. Ik wil bijna zeggen knorrig, maar goed. Dus of in ieder geval dingen met leden ogen aankijken. Hè? Dat is een beetje het verhaal. Maar goed, dat is even de enige overleden man die ik bij jou ziet. Er zijn er misschien wel meer, maar die komt in ieder geval sterk naar voren toe. En deze man kondigt in ieder geval wel een kampvuurtje aan, dus er komt een gezellige verandering op je aan. Een kampvuur, vuur staat voor verandering. En gezelligheid heeft natuurlijk met het kamp te maken, dus kampvuur. Dus dat. Dus dat krijg ik even heel in het kort voor jou. Dan kom ik bij heel graag één boodschap. Nee, je gaat er geen twee krijgen. Nee, grapje. Veel. Het gaat er alleen om mij om. Om mensen, Connie Lemke. Eens kijken wat men voor jou heeft. Ik heb in ieder geval te maken met een kasteel. Oké, dus dat is een vesting. Dat is in ieder geval een dikke muren. Hè? Want die zijn natuurlijk gebouwd om aanvallers buiten te houden. En ik heb een beetje het idee dat die hele dikke muren, die hele erge bescherming, dat niet meer hoeft. Dat de achterdocht ook een beetje weg mag naar mensen toe. Het gaat trouwens ook vrij snel weg, want ik heb in ieder geval te maken met de Formule 1 auto. Trouwens, heel goed gedaan, Max. Dus het gaat vrij snel weg. En dan heb je ook weer de kans dat de intuïtie weer wat sterker ontwikkeld gaat worden bij jou. Ik heb te maken met een hengel, dus dan weet ik in ieder geval wel dat daar, oké. En dan krijg ik inderdaad te maken met allerlei vrolijkheid. Dus er komt inderdaad ook wat meer leven in de brouwerij, zo zeggen ze dat vroeger. Hè? Dus gezelligheid, dat soort zaken. Nice. Verder, is er nog iets wat ik tegen jou moet zeggen? Ik zie op een gegeven moment dat je op je gevoelsgebied, want ik krijg te maken met de linkerkant van je schouder, die wat naar beneden hangt. Dus in feite op gevoelsgebied heb je een soort met van, laat je soms een beetje je schouders hangen, of in ieder geval die ene schouder laat je hangen. Dus op gevoelsgebied laat het niet hangen,
Het komt wel, het komt op een andere manier. Je gaat in ieder geval van de afgelopen periode heb je heel veel van geleerd. En je gaat in ieder geval een hele andere periode tegemoet. En dan heb je ook weer kans dat je creativiteit weer naar boven gaat. Oké, en dan heb ik inderdaad ook nog even te maken met een dorstmachine. Dus dat betekent ook dat je je oogst gaat binnenhalen. Dus iets waar je gewoon recht op hebt, of in ieder geval dat, de oogst binnenhalen. Maar dan moet je wel een beetje activiteit voor ontplooien. Ik heb in ieder geval nog even de kolenkit. Oftewel, ga er wat actie rond ondernemen. Laat het niet op zijn beloop. Voor de rest moet ik inderdaad wel zeggen, want ik heb te maken met iemand die de spijker op zijn kop slaat. Dus blijkbaar heb je toch in feite qua intuïtie de spijker op de kop geslagen. Dus dan weet je precies wat je doen moet. Verder, dat was het een beetje. Oké, dat was het een beetje. Dus dat. Dus dat. Hoe heet ik? Keimoe, oké. Nee. Ja, grappig. Leuk. Nee, grapje. Ik ben nog zo voor Shirley Jess. Grappig. Oh, die had ik al aangetrekt natuurlijk. Oké. Shirley Jess, dus even kijken wat ik bij jou krijg. En blijkbaar ben je dus toch weer bezig met oude stukjes verleden. Ik heb in ieder geval te maken met de oude kist van vroeger, van de leer. Dus dan ben je aan het kijken wat is er allemaal plaatsgevonden. Dus je krijgt dan toch weer even de tijd om stukjes op te ruimen die waarschijnlijk nog niet helemaal opgeruimd zijn. Of in ieder geval beter opgeruimd moeten worden. Of whatever. Dus het heeft te maken met oude zaken, mag ik wel zeggen. Oké. Maar goed, ze laten we dus ook een angst zien. Dus ik weet even niet wat ik ermee moet. Maar dat heeft in ieder geval met Egypte-achtige zaken te maken. Hoe ziet zo'n ding er... Ja, zo. Dus de angst. Dan ga ik verder kijken. En dan worden er in feite... Ga je ook weer met het wisten al, met gevoelszaken verder aan de haal. Want de anker wordt opgehezen, oftewel... De boot heeft voor anker gelegen en dat wordt nu inderdaad tijd om inderdaad wat meer dingen te doen. Wat ik er ook bij krijg is, hoe noem je zo'n ding nou? Een droogdok. Dus dan heb je in feite even op droge gelegen of heb je even rust gehad om een aantal zaken zeg maar even te verbeteren, te veranderen. Dat je in ieder geval wel sterker er tegenaan kan. Dat is in feite het droogdok. Dus dan, oké. Dan gaan we verder. Er wordt in ieder geval, ik krijg te maken met een pijp. Dus er wordt een soort met vrede gemaakt. Dat kan met jezelf zijn, dat kan met bepaalde mensen zijn. Maar de vredespijp komt in ieder geval heel duidelijk naar voren toe. Dat is niet verkeerd. En ik heb te maken met een lasso. Dus dan ben je iets... Waar je naar op zoek bent, ben je proberen aan het vangen. Nou, wat dat is, dat kan van alles zijn. Het kan iets zijn wat je al een tijd graag wil hebben. Het kan een huisdier zijn, het kan ook een echtgenoot zijn, weet ik veel, of ik zeg maar wat. Maar je bent in ieder geval wel, ben je wel in die moed om ergens op jacht te gaan, om in ieder geval naar je toe te halen wat jij graag zou willen. En dat hoort ook bij je vaste levenspad, want ik krijg inderdaad te maken met de rails, met een trein. Dus dat betekent ook, daar moet je weer dingen van leren. Oké. Verder. Nou, doe eens iets geks. Kom maar op. Ja, er komen allerlei dingen voorbij, maar ik zit even te kijken wat ik hier allemaal krijg. En ik krijg namelijk ook te maken met een hele rare kerktoren. Zo'n ronde kerktoren met een soort met een huisje erbovenop. Met weer een dakje waar de klok in zit. Dus een hele aparte... Heel apart geloofachtig iets, zeg maar. Het is ook een ronde kerk. De meeste kerken zijn allemaal... Het is echt een ronde kerk. Wat moet ik daarmee? Rond. Rond is wat is rond? Nou, kom op, Kuim. Ja, ik weet even niet zo goed wat ik hiermee moet. In ieder geval, het heeft in ieder geval wel met geloof te maken. Althans, met jouw eigen geloof te maken... eigenlijk is het weer rond of zijn we weer terug bij af. Want als je door blijft gaan, dan ja, je loopt in feite in hetzelfde kringetje. Hè? Dat is een beetje, ik wil niet zeggen dat het altijd
een christelijk geloof is, maar dat kan ook geloof zijn van wat je zelf hebt ontwikkeld. Ja, dat je toch iedere keer weer... ik laat het even los. We gaan verder kijken. Ik heb te maken met een haai. Oké. En dat kan ik wel begrijpen wat jij ermee bedoelt. Want dat had ik zelf vanmiddag ook. Want we worden nogal behoorlijk gemanipuleerd. En in feite, ik zag inderdaad ook weer iets voorbij komen. Dat ze met allerlei 5G-apparatuur bezig zijn om mensen te proberen. Andere gedachten te krijgen. Of in ieder geval, ze zijn ook bezig. Zeg maar om mensen te programmeren, te manipuleren, zeg maar. Dus, maar in dit geval op andere zaken. Dus de haai in het water, die begrijp ik inderdaad heel goed. Want dat moet inderdaad ook heel snel gestopt worden. En dat wordt in ieder geval nog wel even een spannende periode. Want ik heb in ieder geval te maken nog met een waaier. Dus dat. Dat even grof voor het jou. Maar goed, je hebt wel iedere keer nieuwe dingen. Moet ik zeggen. Maar wel mooie dingen. Oké. Mona. Mona. Ik pik heel even snel even wat drinken, want dat krijg ik weer. Dus ik mag heel even snel een koude zin. Kom zo terug. Sorry, heel even een slokje. Wat is dit? Nou, zero sugar. Oké. Mona. Laten we eens even kijken. Wat ga ik bij jou krijgen? Oké. Ik heb in ieder geval te maken met een schildknaap. Dus dat is een tarotkaart die ik bij jou krijg. En dit is een muntenkaart. Dus er komt een bepaalde gewin naar je toe. Dus financieel gaat het blijkbaar binnenkort iets beter. Daar heb je ook hulp voor gekregen, want ik kreeg te maken met een kruiwagentje. Dat is de meeste hulp van interne hulp is dat, hè? Dus je hebt een kruiwagentje. Het wordt voor jou steeds helderder waar het naartoe gaat. Het raam wat weer gewassen wordt, dus de helderheid komt weer terug. Niet dat je niet helder was, maar misschien is de omgeving niet helder geweest. We gaan weer verder kijken. Dan heb ik in ieder geval wel te maken met een schildpad. Dus dan weet ik in ieder geval dat jij je gestelde doel gaat behalen. Ik weet niet wat het is, maar dat komt wel jouw kant in feite op. Dus iets wat je graag wil. Dus een schildpad. Grappig, we moeten daar nou mee. Ik zit op een soort met taluut. Zeg maar. En op dat taluut rijdt een trein. Oftewel, dat heeft te maken met het vaste levenspad. Zeg maar. Dus er gaan mensen niet over het taluut heen. Maar die hebben een soort met tunneltje gegraven onder het trein door. Dus onder je levenspad door. Dus iemand is in feite, probeert hetgeen wat jij in feite moet leren, zeg maar. Is men toch een beetje aan het ondermijnen. Zo zie ik dat een beetje. En dan heb ik inderdaad te maken met de schuilkelder, maar in dit geval niet jouw schuilkelder, maar een aantal mensen die een aantal zaken voor jou verborgen hebben gehouden. Althans, ik heb te maken met een hele oude schuilkelder, al een oud schuurtje in het bos. Dus er zijn allemaal geheimen. Dus ik weet niet of iedereen even eerlijk is naar jou. Dus even de geheimen. Grappig. Donkerte. Je hebt inderdaad ook wel even te maken gehad, of misschien nog steeds wel, met... je krijgt te maken met een hele zwarte kraai, dus je hebt inderdaad even te maken gehad met negatieve zaken, zeg maar. Alleen die zijn we dus nu even aan het weghalen. Althans, we gooien even heel veel... ik vraag inderdaad aan mijn gids om in ieder geval even heel veel licht, wit licht te sturen, zodat in ieder geval de negativiteit ook een beetje bij jou weg mag gaan, zodat jij de helderheid weer kan zien waar het vandaan komt. Oké, maar daarnaast moet je jezelf natuurlijk ook altijd schonen. Hè? Ik heb in ieder geval nog wel even te maken met een yo-yo, dus je kan letterlijk en figuurlijk aan het lijntje gehouden worden. Het hoeft niet te zijn dat het in de directe omgeving is, maar dat kan inderdaad ook te maken hebben met instanties of met weet ik wat allemaal. Maar oké, dat soort dingen heb ik hier dus. Verder.
Er zal inderdaad even met een hele hoop mensen moeten inderdaad hun lessen leren. En zullen inderdaad van de koers moeten gaan veranderen. Ik heb te maken met een bus waar een hele hoop mensen in zitten. Waar de chauffeur, in dit geval ben jij de chauffeur, denk ik, die moet even van koers veranderen. Dus door andere inzichten, door verandering van omgeving, energie om je heen, veranderen dingen ook heel vaak. Wat mij ook opvalt is de antenne die op het huis staat. Een huis is jezelf. Dus je ontvangt ook dingen en daardoor verandering van koers. Oké, ik hoop dat je alles begreep. Zo niet hoor ik het wel. Goh. Sanne. Helmig. Ik had toch even, ik had gezet een heel klein klokje aan. Doorstap is dat lekker hoor. Sanne, ik heb te maken met een klok. Dus dat heeft met tijd te maken. Dat is één. Ik laat nu gewoon even gaan wat ze naar voren brengen. Dan krijg ik te maken met schoenen. Dus het wordt soms ook tijd om stappen te onderzetten. Of in ieder geval tijd. Zeg maar, wat doe je met schoenen? Ergens naartoe gaan, ergens naartoe lopen. Dingen, verandering teweeg te brengen. Dus het wordt tijd om stappen te ondernemen om te veranderen. Goed. Dan heb ik inderdaad te maken met een veiligheidsheuvel. Dus dan heb je in feite het altijd een beetje op de veiligheid gegooid. Zeg maar, of altijd rekening gehouden met andere mensen. Maar soms moet je een keertje ook even voor jezelf kiezen. Oké. Het wordt ook een beetje tijd voor bezinning. Even de kerk, maar in dit stad staat de kerk over. Nou, sommige mensen gaan wel eens naar de kerk toe om te overpeinzen. Dus dat heeft ook, dat duidt ook een beetje op een beslissing die misschien best wel voor verandering kan zorgen. Dus een beste overpeinzing. En dan krijg ik te maken met vissenkom. Dus je moet je voelen als een vis in het water en daar moet over gepraat worden. Dus je moet je eigen gevoel niet onder banken of schoenen, onder stoelen of banken steken, maar dan moet inderdaad open gepraat worden als dingen niet goed gaan. Maar af en toe, heel grappig, ik heb te maken met een zolder. Nou, dan heb ik het over je verstand. En in dit geval heeft het te maken met een zoldertrap die je weg kan halen en het luik kan dichtgooien. Dus soms wil je niet over bepaalde dingen nadenken of wil je niet aan bepaalde dingen denken. Dat is ook een beetje een vorm van toch even, ik denk dat je alle opties gewoon even moet openhalen. Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Maar dingen liggen ook wel ankervast. Dus hoe je ook het went of keert, sommige dingen liggen nou helemaal vast, kunnen we niet zoveel aan veranderen. Er komt in ieder geval nog een boodschap, zeg maar. Een bericht, zeg maar. En ik moet inderdaad zeggen, daar krijgt er toch een soort met opluchting bij. Dus wat dat is, weet ik niet, maar dat wel. En inderdaad te maken met een straatlantaarn, oftewel er komt verlichting op jouw pad. Oftewel, jouw pad wordt in ieder geval even beter, Sanne. Dat even voor jou. Op de pagina van Den Heuvel, Daisy van mij. Oké. Van de wol. Ik ga heel even, voordat ik met jou verder ga, even kijken of er nog belangrijke dingen zijn. Kijk, als ik nou eerst eens even helemaal naar beneden ga. Zo. Nee, nog verder naar beneden. Zo, hé. Toe. Nog verder naar beneden. Oké. Connie Lemke, ik heb jou in ieder geval wel een boodschap gegeven. Nogmaals, dan moet je even naar het, zodra die eigenlijk op de tijdlijn staat, even terugkijken. Even grof gezegd, je hebt je in feite heel veel moeten verdedigen. De vesting kreeg ik in ieder geval bij je, dus met dikke muren. Dat wordt anders. In ieder geval krijg ik, ik weet niet precies meer wat ik gezegd heb, maar dan moet je dat even
vanmorgen even terugluisteren, sorry. Dus dat. Oké, Julie. Dus die heb je wel gehad. Even kijken hoor. Meneer Verhulst. Leuke vooruitzicht naar je. Even kijken. Als de kroon. Dat is ja, dat wacht klopt. Er gebeurt veel op dit moment. Ik zit nog een paar dagen op achter. Ja, klopt. 88. Kijk maar even de numerologie wat dat betekent. Oké. Heb je het idee dat mensen die in het. Nee, oké, okay, hier wel besproken. Oké, okay. Ik ga even terug naar jou weer. Waar ben je? Och, jongens, wat een hoop mensen nog. Goed, Daisy van der Heuvel. Laten we daar eens even heen gaan. Even kijken, want ik weet wel dat ik te maken heb met iemand die. Ik krijg te maken met een eekhoorntje. Een eekhoorntje staat voor mij van soms een beetje de hak op de dak springen, oftewel. Ontzettend druk hebben met van alles en nog wat. Ik ben niet blij met die camera, jongens. Wat moet ik er nou aan doen? Laat maar. Goed. Dus even de eekhoorn. Dan gaan we even verder kijken. Dan krijg ik toch even te maken met een naaimandje. Dus dat betekent wel een naaimandje. Dat doe je je kleerscheuren mee repareren. Of herstellen, zeg maar. Dus dat betekent, geef met de kleerscheur van het leven ben je een beetje aan het repareren. Of althans, dat. Dus dat is een periode waar je dus nu in zit. Grappig is dat ze me ook laten zien dat de stal uitgemest wordt. Dus dingen van vroeger, dingen die niet zo lekker waren, zeg maar, de stal uitmesten, letterlijk en figuurlijk de rottige stukjes weghalen, de stront wegscheppen, dat even, de stal. Ja, oké, okay, dat kan stinken, maar anders gaat het nog meer stinken, dus oké, okay, dat. Verder, wat moet ik nou met een schaal met allemaal knikkers erin? Dat ziet er wel heerlijk uit, moet ik zeggen, heel gekleurrijk, maar er zit ook vocht bij, dus... Dus qua gevoel ziet het in een vocht, dat is gevoel. Er zitten knikkers bij, dus er zijn inderdaad denk ik hele mooie momenten. Dus inderdaad, als je dus in feite de kleerscheuren opruimt en je haalt in feite de rommel weg, dan haal je in ieder geval de mooie momenten over. En dat geeft jou positief, een stukje positiviteit en kan je in feite daar ook met vreugde naar terugkrijgen, kijken. En dan heb je inderdaad een beter maken met een veel betere uitstraling. Dus dat is inderdaad wel heel erg grappig. Ik kreeg ook te maken met allerlei balkjes. Het lijkt wel een soort met, waar zit ik nou te kijken? Naar een televisie of naar een beeldscherm of zo. Maar dat heeft wel te maken met allerlei grafieken, denk ik. Wat is het? En die grafieken, die balkjes worden steeds langer, steeds hoger. Dus dat heeft ook met frequenties te maken of zo. Ik krijg inderdaad ook te maken met een radar. Nou, een radar die scant heel de omgeving. Hè? Dus ik heb het idee dat jij in ieder geval, Daisy, dat je ook steeds gevoeliger wordt. En dat jouw frequentieniveau verandert. En dat je inderdaad ook te maken kan krijgen, sowieso met gevoelens van anderen. Dus ga even naar of de gevoelens die je bij je binnenkrijgt wel van jou zijn. Maar het kan ook zo zijn dat je ook te maken zou kunnen krijgen met overleden mensen. Dus niet dat je er bang voor hoeft te zijn. Je bent altijd de baas. Je kan ze ook gewoon wegsturen. Maar je frequentie gaat wel omhoog. Zeker nog de gneut die het tegen me aan zit te kletsen met zijn grafieken en zijn toestanden. Oké. Okay. Goed bedoeld, hè? Oké. Okay. Maar ik moet het wel even begrijpen. In ieder geval heb ik in ieder geval wel een kruiwagen bij je. Dus je bent in ieder geval hier niet alleen en gebeurt er iets, dan is er altijd wel een bepaalde toezicht. Dus dat. Heel grappig dat ik ook te maken krijg met een deur. Dus er gaat een nieuwe deur open. Dus betekent dat er een oude deur gesloten wordt. Vandaar ook inderdaad waarschijnlijk dat naaimandje. Dus als je de oude rotsje opruimt. Aha, oké, okay, dan word je steeds gevoeliger en steeds beter. Ik snap hem. Oké, okay. En je moet bepaalde zaken even wegkappen. Want ik krijg nog te maken met een bijl. Dus knopen hakken, dingen weghakken die niet bij je horen. Dus dat is even de bijl. Oké, okay, dat is even grof even voor jou.
Wie heb ik dan? Irena. Zeg ik dat goed? Ja, Irena. Oké. Okay. Irena. Even kijken wat ik bij jou krijg. Oh. Oké. Duidelijk. Irena. Ik krijg in ieder geval even te beginnen. Krijg ik te maken met een crossmotor bij je. Dus daar hoef je helemaal niet van te schrikken. Oké, het kan misschien een hobbelige rit worden. Maar een crossmotor betekent wel, die kan heel veel hebben. En die kan heel veel. Die is er ook gemaakt om heel veel heuveltjes te overwinnen en dat soort zaken. Dus wat ik eigenlijk tegen je wil zeggen. Het wordt misschien een wat roerige tijd. Hè, de aankomende periode. Maar jij kan dat makkelijk gaan. Je hebt die crossmotor. Dus niet getreurd. Sterker nog, heb je geen crossmotor en je moet het op de fiets doen, dan ben je slechter gestuurd. Dus een crossmotor zit in ieder geval een hulpmotor op, of trans. Het gaat inderdaad vrij makkelijk. Je kan de grootste hindernissen kan je pakken. Sterker nog, zo'n ding is hartstikke sterk. Dus het gaat alleen maar goed komen. Dus dat. Dan krijg ik inderdaad te maken met een soort met diaprojector. Dus ja, dingen die om je heen gebeuren zijn waarschijnlijk een beetje onwerkelijk. Althans, ze komen onwerkelijk over. Het wordt min of meer geprojecteerd, maar daar krijg je ook een beetje hulp bij. Oké, het lijkt wel dat je toch een beetje tot het korps hoort. Zeg maar om mensen te mogen helpen, zeg maar mensen inzichten te geven. Mensen ook een beetje uit hun gevoel te trekken. Want ik heb te maken met een hand die uit het water komt. Dus dan ben je bezig met mensen uit hun gevoel te trekken. Dus dat is niet zo verkeerd. Je moet ook mensen toespreken. Heel grappig, ze laten een microfoon zien. Dus je moet soms ook mensen toespreken. Verder. Daarnaast ga je ook nog een keer in je eigen zwembad, in je eigen gevoel kijken. Om te raadplegen wat daar zit en wat je daarmee kan. Dat is hartstikke mooi. Maar besef inderdaad wel, je hoeft niet bang te zijn te verzuipen in je eigen gevoel. Want er zit een soort van badmeester op de kant die jou in de gaten houdt. Badjuf, whatever. Dus dat zwembad, oké. Even een slokje hoor. Maar ik moet inderdaad wel zeggen dat jij toch ook door alles wat je mee gaat maken, toch ook op een ander niveau komt. Want ik heb te maken met een hijskraan. Dat houdt er feit in dat je dan opgeteld wordt en dat je naar een ander niveau gaat. Alleen wel even vertrouwen blijven houden. Ik heb te maken met een kameel. Ik kan inderdaad heel veel water drinken. Daardoor kan hij heel lang door een droge periode heen. Maar het houdt voor mij een beetje in van, heb sowieso even vertrouwen. Op het eind gaat het goed komen, sowieso. Je krijgt te maken met biddende handen, een soort met dankbaarheid. Dus dan weet ik zeker dat het met jou in ieder geval wel goed gaat komen. Of dat voor iedereen zo is, weet ik niet. Maar dat kan ook wat te maken hebben met vreemde of andere mensen. Oké. Die hebben totaal geen vertrouwen, die andere mensen. Want dan sta ik gewoon nog in de Sahara met droogte en toestanden. Dus de mensen gaan er gebukt over. Dus mensen die niet vertrouwen hebben, ja, die gaan er een beetje gebukt over. Dat is een beetje het verhaal. Oké. Monica Karmans. Monica Karmans. Oké. Dat is een dubbele. Oké, goed. Ik zat even naar het symbool te kijken. Ik had te maken met een tank van het leger. Dus die staat op rupsbanden. Dus dan weet ik in ieder geval wel dat je door de meest moeilijke omstandigheden heen kan gaan. Maar, wordt er gezegd, want er zit een radar op die tank. Of op dat rupsvoertuig. Let inderdaad wel op je intuïtie. Want doordat je naar je intuïtie luistert, zeg maar, kan je de meest moeilijke omstandigheden aan. Want dan weet je ook hoe het zit. Dus een tank met. Ik moet inderdaad wel zeggen van je hebt brandstof genoeg bij je. Althans, ik heb een grote trailer vol met bepaalde brandstof. Zeg maar dat je laders mee hebben gezien. Dus je hoeft niet te zeggen van ik heb er geen energie voor. Of ik vind het veel te moeilijk. Of ik weet niet of ik energie genoeg heb. Nou, ik kreeg in ieder geval te maken met een trailer vol energie. Dus dat energiestukje zit in ieder geval wel goed. Oké.
het volgende symbool graag. Dan krijg ik in ieder geval te maken met een rioolput. Dat betekent in feite voor mij dat er een hele hoop oude zaken opgelost gaan worden. Misschien zijn het ook wel oude zaken van andere mensen. Als je inderdaad bezig bent een beetje ook om die mensen te helpen. Omdat je dan inderdaad toch die tank met die radar hebt. Zeg maar, dus dan kan je een hele hoop oud zeer, een rottigheid kan je in die rioolput laten lopen. Oftewel in het putje. Dat is mooi. Dan heb ik te maken met een schep. Oftewel, als je gaat scheppen, dan komt hetgeen wat bedekt was voorheen boven water. Dus ik moet inderdaad ook zeggen dat de waarheid ook snel naar boven komt. Ja? Dat is even de schep. Gaan we verder kijken. Ja. Ik heb te maken met een weg. Oké. En wat is op die weg? Die gaat langs een soort met huis. Zeg maar. En oké. Het lijkt ook wel. Oh ja. Hou een beetje in de gaten dat je zo gevoelig bent dat je met bepaalde mensen bepaalde gevoelens oppikt die niet van jou zijn. Verwar je ook niet met jouw eigen gevoelens. Dan heb ik te maken met een mooie rode roos die me aangereikt krijgt. Als een soort met een ruikertje. Dat lijkt of iemand zijn trouwerij of zijn weet ik wat allemaal. Maar ik heb in ieder geval te maken met een bloem die ik je moet geven. Die moet je ergens aan herinneren. Oké. Verder gaat het gevoelswereldje bij jou weer sprankelen. Ik heb te maken met een fontein, dus dan sprankelt jouw gevoel weer. En inderdaad, ik krijg er ook humor bij hoor. Ja, dat slaat hem ook gelijk tevens naast die fontein ook mannetje pissie. Dus dat is helemaal leuk. Dus, maar dat is gewoon lachwekkend. Dus dat. Dus even dat voor jou, Monica. Even heel in het kort. Goed. Poeh. Ja, jongens. Het is weer. Ja. Het is weer tijd. Dus, ja. Als jullie nog een vraag hebben of zoiets, hou in ieder geval dat even in je hoofd. Zeker voor de mensen die ik nog niet gehad heb. Ik zit nog even door die hele chat heen te krijgen. Maar goed, ik vond het wel even geweldig. Ik zal even deze video ook nog op YouTube zetten. Er staat je zowel en op Facebook en op YouTube. Ja, ik vond het ja, we moeten gewoon maar afwachten wat er aankomende week weer gaat gebeuren. En blijf in ieder geval hoog in je energie zitten. Ga leuke dingen doen. Laat je niet gek maken. Mocht je inderdaad een consultant hebben, meld dat. Ja, vind je het leuk, wil je mij in de lucht houden, dan kan het natuurlijk altijd. Je kan altijd een donatie doen op via mijn website. Heb je iets, doe het ook via mijn website alsjeblieft. Maar goed, in ieder geval, ik vond het even voor vanavond even genoeg, want ik heb een beetje last van mijn keel. Maar goed. Dus vandaar, ik zou zeggen tot de volgende week en zo niet. En ja, mensen die zich aangemeld hebben, ik heb jullie teruggemeld. Meld even hoe, wat, dan kan ik ook weer verder. Ik zou zeggen, de groetjes en tot de volgende keer. Bye.